Hoe kan er zo'n rijk onderwaterleven verstopt zitten in onze grauwe Noordzee? Dit is de Universiteit van Nederland. Ja, als wij die uh, Noordzee bekijken, dan zitten daar heel veel verrassingen in. Zowel in het heden, maar ook in het verleden. In april 2011 liep mijn echtgenote Pam over het strand van Tessel. En aan het zuidpuntje daar vond zij een kaak met een stel kiezen erin. Ze zag meteen wel dat het heel erg oud was, maar we wisten niet wat het was. Dat bleek eens bij Ecomade wel te weten. En dit is de bovenkaak van een reuzenhert op Texel gevonden. De kaak is zo'n 30 tot 40.000 jaar oud. Dat laat zien dat in die tijd de Noordzee droog was. Er was geen water, daar liepen reuzenherten rond. Dat waren gigantische beesten, een schofthoogte van twee meter. Een gewei met een diameter van 3,5 meter en meer dan 25 kilo. Een geweldig ding, beest. 400.000 jaar geleden ontstaan en 10.000 jaar geleden uitgestorven. Daarnaast hebben we in die Noordzee ook dit soort vondsten. Dit is een mammoetkies. En tussen de 120.000 jaar geleden was de Noordzee een droge, koude steppe. En daar liepen mammoeten rond. Dit is een kies, gevangen door vissers. Dit is een slagtand van een mammoet, ook gevangen door vissers. Dit soort dingen worden dus zeer regelmatig door vissers uit de Noordzeebodem opgevist. 100.000 tot 20.000 jaar geleden was het een droge, koude steppe met mammoeten. 20.000 jaar geleden veranderde het klimaat en werd het een natte toendra. De mammoeten verdwenen al, maar die reuzenherten liepen daar nog wat langer rond. Vroeger kon je dus gewoon naar Engeland lopen. Na de laatste ijstijd, zo'n 10.000 jaar geleden, liep de Noordzee vol met water. Toen pas begon die Noordzee te ontstaan en pas 6.000 jaar geleden. Liep de Noordzee definitief onder. Het laatste eiland daar in het midden, de Doggersbank, 6000 jaar geleden viel, viel dat, uh, ging dat onder water. Die Noordzee is dus een relatief jonge zee, 6000 jaar geleden ontstaan. Maar het is wel een belangrijke zee voor ons. Want we moeten ons even realiseren dat 60% van Nederland is ons deel van de Noordzee. Dus die grote taartpunt in de Noordzee, 60 procent, 40 procent van Nederland is land. Die Noordzee is een hele bijzondere zee, is een hele productieve zee. En hoe komt dat nou? Dat komt omdat in de diepere oceanen daar zitten voedingsstoffen. voedingsstof. Dan moet ik het even uitleggen. Als wij op land, daar groeit gras bij de boeren. En als die boer flink veel gras wil hebben, dan gooit hij daar kunstmest bij of mest en dat groeit dan. Daar zit stikstof in, daar zit fosfaat in. Op dat, zo werkt het op land. In zee werkt het wat anders, want daar zorgt de oceaan voor de aanvoer van die voedingsstof. We zien hier een wat ingewikkeld wereldkaartje. Dit is de wereldbol, maar dan zodanig opengeklapt dat de verhoudingen juist blijven. En uh, wat we daar dan zien, is dat in het centrale deel van die oceanen, daar zien we dat lichtblauwe uh, gebied, daar uh, heb je een lage productie, gemiddeld ongeveer 100 gram koolstof per vierkante meter per jaar. Dan zien we daarnaast langs die kusten van de continenten zien we die rode plekken. En daar is de productie meer dan 500 gram koolstof per vierkante meter per jaar. Dus dat is vijf maal zoveel minimaal, want het is soms zelfs nog veel meer. En in dat zwarte cirkeltje zien we dan de Noordzee en wat we zien is ook die Noordzee is rood. Ook in die Noordzee, net als bijvoorbeeld bij de kust van Afrika, zien wij dat daar een hoge productie is. En die hoge productie, die nutriënten uit die oceaan dat is de belangrijke reden waarom die Noordzee zo rijk is. Dus doordat die nutriënten, die voedingsstoffen daarin komen, hebben wij een hele rijke Noordzee. Naast de randen uit de oceaan, waar dus dat water langs de noordkant naar binnen komt en langs de zuidkant door het kanaal naar binnen komt, waar dus die fosfaat en stikstof in zit. En hier zien we dus die Noord- en die Zuidrand van die Noordzee. Daar komen de nutriënten van. Dat is verreweg de meerderheid van de voedingsstoffen die in de Noordzee terechtkomen. Daarnaast komen de voedingsstoffen vanuit de rivieren naar binnen. Dat is ook van nature zo. Uh, helemaal in het begin, toen die oceanen ontstonden, zaten daar helemaal nog niet zoveel voedingsstoffen in. Maar doordat die rivieren altijd maar bleven aanvoeren, zijn daar zoveel voedingsstoffen in terechtgekomen. Die zitten in die diepe oceaan. Die rivieren voeren aan, maar op een gegeven moment, met name na de Tweede Wereldoorlog, dan gaan de mensen die gaan veel meer fosfaat gebruiken bijvoorbeeld. We gaan weer beter bemesten, er komt kunstmest. Dus vanaf uh, de agrarische sector komt fosfaat in zee. En een belangrijke fosfaatbron op dat moment, dat zijn de wasmiddelen. Dus pakweg in die 50 jaren, 60 jaren, dan komen die fosfaathoudende wasmiddelen, gaan we steeds meer gebruiken. Er komt steeds meer fosfaat door die rivier naar zee. Dat leidt ook tot een hogere algenproductie. We krijgen wat troebeler water bij ons in zee. En die algen worden ook langs de kust naar het noorden vervoerd. Dan op een gegeven moment in rond 1980, 1978, dan ontstaat er in. Duitsland een groot probleem, want er kwamen steeds meer algen in het water. Als die algen doodgaan, dan worden ze afgebroken door bacteriën. Dat kost zuurstof en er ontstond zuurstofloosheid in de Duitse bocht. Daar gingen veel vissen dood en de Duitsers die, die werden helemaal wakker en die dachten wij moeten wat gaan doen. Dit gaat niet goed. Toen is besloten dat fosfaat moet eruit. Dat is gewoon niet goed, dan maken we die Noordzee, stukken daarvan, uh, maken we zelfs dood. Dus men besluit... Met elkaar, oké, okay, dat gaan we doen. Er komen watersuiversinstallaties, we halen het fosfaat uit ons afval en uh, wij zorgen er ook voor, er komen fosfaatvrije wasmiddelen. Heel snel zien we daar het resultaat van. Vanaf 1980 gaat die fosfaatconcentratie in die rivier heel snel naar beneden en uh, rond 1990 is het al zeker met 30 tot 40 procent afgenomen. Dat zetten we nog steeds door en het water wordt, wat dat betreft, steeds schoner en steeds beter en weer steeds natuurlijker. Dan rond 1995 gaat het heel slecht met de schoolstand in de Noordzee. En de vissers die denken dat dat komt door fosfaat. Het ging daarvoor goed, toen ging er veel fosfaat naar die Noordzee, nogmaals. En nu, uh, ja, die vissers die, die waren daar niet blij mee, die wilden meer vissen gaan kweken. En die hebben toen voorgesteld om fosfaat in zee te gaan gooien. Bij Hoek van Holland en bij Den Oever. Dat is een heel slecht idee. Want in de eerste plaats, het mag niet. We hebben nou één keer in Europa met elkaar afgesproken, wij zorgen ervoor dat die zee schoon wordt. Wij willen geen fosfaat in zee, want daar hebben de Duitsers problemen mee, de Denen hebben er de problemen mee. Laten we dat nou niet doen. Dus internationaal is het absoluut, mag het niet. Dus anderen krijgen er ook last van, want dat fosfaat blijft natuurlijk niet voor de Nederlandse kust zitten, maar dat gaat weer door naar die Duitse bocht. Dus we zouden oorlog met Duitsland krijgen als we dat deden. Lijkt me ook niet zo goed. Verder, fosfaat is eindig. Fosfaat komt uit mijnen. In China, in Afrika. En die voorraden zijn een keer op. Dus daar ligt ook een probleem. Waarom zou je dat dure fosfaat in zee gaan gooien naar die scholen? En dan, ja, wie zegt dat het fosfaat bij die scholen terechtkomt? Want zo werkt dat helemaal niet. Ik bedoel, de kans dat je, al, dat je kwallen voert is net zo groot als dat er wat van scholen uh, gaan groeien. Dus dat werkt eigenlijk niet. En tenslotte. Op dit moment zitten er meer scholen in de Noordzee dan ooit sinds wij zijn gaan meten in 1955. Dus de Noordzee laat nu zelf zien dat dat fosfaat in zee gooien helemaal niet nodig is. Dus dat moeten we ook gewoon helemaal niet doen. Nog een paar kleine bijzonderheden over de productie: die Noordzee is rijk, er worden dus veel algen geproduceerd. En uh, ja, in de winter niet, dan is het weinig licht. In het voorjaar dan ontstaat er meer licht. En dan, dan zien we dus die algenbloeien op gang komen, er komen steeds meer algen. En dan in de zomer, dan wordt fosfaat limiterend, daar komt dat fosfaat weer om de hoek kijken. En dan krijg je dat in de centrale Noordzee zich nog een ander fenomeen voordoet, dat is gelaagdheid. In de zomer wordt de bovenlaag van de Noordzee warm en is arm aan voedingsstoffen. De onderlaag in dat centrale deel, die is kouder. Dus dat is een hele duidelijke gescheiden laag, daar zit een duidelijke spronglaag in, met een hogere temperatuur erboven en een lagere temperatuur eronder. En dan uh, aan de randen van dat gebied krijgen we wervelingen. En dan gaat dat schone, dat, dat heldere, uh, voedingsarme water, gaat met dat andere water mengen en dan krijgen we daar bloeien. In de zomer zien we dus bloeien ontstaan afhankelijk van wind. En dat betekent dat als wij een zomer hebben met veel stormen, dan produceert de Noordzee meer dan in jaren waarin wij weinig stormen hebben. Er is dus een geweldige variatie door het klimaat. Ook die opwarming heeft daar nog wat mee te maken. Maar door de veranderingen in het klimaat krijgen we variatie in de productie. En dan gaan we naar het voedselweb. We hebben net gezien, die Noordzee is rijk aan voedingsstoffen en rijk aan algen. Die zien we daar rechtsonder in beeld staan in dit voedingsweb, in, in het voedselweb. Die algen zijn voedsel voor zooplankton, kleine beestjes. Zoal plankton is weer voedsel voor kleine vissen, kleine vissen voor grote vissen en grote vissen bijvoorbeeld voor zeezoogdieren, zoals hier die zeehond. Even naar dit voedselweb kijken, het is een heel bijzonder voedselweb in zee, het is anders dan op land. Op land hebben we gras, hebben we graseters, koeien, of in Afrika gnoes, en hebben we beesten die gnoes eten, leeuwen. Het zijn drie stapjes. In zee heb je vier tot vijf stappen. En dat maakt het voedselweb in zee weer bijzonder. Dat betekent dat als wij die hogere dieren, als we bijvoorbeeld zalmen willen kweken, dan moeten we die vlees geven. Dat is een van de redenen waarom aquacultuur zo ontzettend veel voedingsstoffen en voedsel kost. In zee heb je dus gewoon die extra stap erin. We gaan nu even naar de bodem van de Noordzee. Want uh, hier zie je mij een, een filmpje gemaakt door uh, Claudie Bartling. We zijn hier nu op de bodem van de Noordzee. Daar liggen uh, harde uh, ondergronden, in dit geval scheepswrakken. Daar komt dat voedsel terecht, dat regent dus neer uit het water en daar groeien allerlei beesten van. We zien hier anemonen, we zien hier eieren van inktvissen, we zien hier een kabeljauwtje zwemmen. Dat zijn dus hele rijke gebieden in de Noordzee. We zien een kreeft zitten hier, we zien daar nog wat andere vissen omheen zwemmen. En dat komt doordat die Noordzee dus uit dat water zo heel rijk naar de bodem regent en we daar dus al die beesten vinden. En dan hebben we hier dat voedselweb weer. Want er is iets heel bijzonders met dat voedselweb. Iedereen denkt altijd van, ja, dit is een simpele plaatje, hè? dat snappen we. Algen, zooplankton, hogere niveaus. Maar in dat voedselweb zitten wat wij regimeveranderingen noemen. Regimeveranderingen, dat zo nu en dan ineens flipt dat voedselweb. En dan is er op een gegeven moment een andere algensoort wordt dominant. Dat kan zomaar van het ene op het andere jaar gebeuren. Of we zien vissen. We hebben op een gegeven moment metingen gedaan in het Windmolenpark. En voor het Windmolenpark, toen bleek dat de haringen dominant waren. En tijdens het Windmolenpark, toen dat gebouwd was, bleek dat de zandspiering dominant werd. Dan zou je denken, ja, dat kan van het Windmolenpark komen. Nou, dat bleek helemaal niet zo te zijn, want ook in de gebieden buiten het Windmolenpark gebeurde precies hetzelfde. Dat kan gebeuren in zee. Zo nu en dan flipt dat systeem. Een hele grote verandering hadden we in 1890. Toen waren de vissen ineens weg kan zo ver gaan. 1890, ver voordat wij met fosfaten en al dat soort dingen begonnen. Dat leidde tot het instorten van de visserij. En dat leidde eigenlijk tot de start van het marine onderzoek. Op dat moment besefte men: wij moeten veel beter begrijpen hoe dit werkt als wij in de toekomst duurzaam gebruik van die zee willen maken. Dat is toen gebeurd. In 1989, 100 jaar later, gebeurt precies hetzelfde. Op dat moment, ineens, een aantal vissen verdwijnt uit die Noordzee. De schollen... Tot dan toe in grote getalen in de Waddenzee, en Nederlandse kustzones zaten, die gaan naar buiten toe. Het grappige is dat precies hetzelfde gebeurde met de kabeljauwen in Canada. En dat leidt ertoe dat wij denken dat wat we hiermee te maken hebben, dat het iets met het klimaat te maken heeft. Dus dat klimaatverandering leidt tot die verschuivingen in zee. Daar hebben we ook vrij veel aanwijzingen voor, maar het blijft voortdurend een controverse tussen de wetenschappers van wat is hier het kip, wat is het ei en hoe werkt dat? Maar dat die plotselinge veranderingen erin zitten, dat is absoluut zeker. En dan, rechtsboven zien we de haring in dit voedselweb staan. Die rijke Noordzee was uiteindelijk ook de oorzaak van de rijkdom van Nederland. Wij hebben onze welvaart te danken aan die haring. In de 13e, 14e, 15e eeuw werd er heel veel op die haringen gevist. En ja, dat gebeurde daar. Maar ook daar zie je alweer, bijvoorbeeld bij de kust van Denemarken, dat. Soms 50 jaar was dat er veel haringen waren. En dan was er weer 50 jaar dat die haringen er niet waren of dat ze ergens anders zaten. Dan werd iemand anders de rijk van. Er zijn hele steden opgebloeid in 50 jaar met veel haringen, en weer verdwenen in 50 jaar met weinig haringen. Die variatie van dat systeem, de natuurlijke variatie van dat systeem, heeft toen al geleid tot, uh, tot grote veranderingen. Dus in conclusie. De Noordzee is een jonge zee. Nog maar 6000 jaar in de vorm zoals wij die nu kennen. Het is een rijke zee. Dankzij het feit dat het bij die oceaan ligt. En wij hebben als Nederlanders veel aan die rijke Noordzee te danken. In mijn volgende college ga ik u vertellen over de bijzondere gebieden en de bijzondere dieren die wij aantreffen in ons Noordzeegebied.